vandaag in Groesbeek bij Aristide Dressage. Deze prachtige stal is onder andere van Robin van Lierop en wij gaan hier vandaag een kijkje nemen. We gaan allereerst de binnenbaan aan jullie laten zien, maar voordat we bij de binnenbaan zijn, komen we hier langs de poetsplaatsen. Hier kunnen de paarden dus opgezadeld worden voordat er gereden wordt en daarna ook weer helemaal afgezorgd worden. Van de poetsplaatsen kun je hier heel makkelijk naar de stapmolen. En naar de logeerbaan. En dat dit allemaal zo dicht bij elkaar zit, is dus ideaal bijvoorbeeld voor de jonge paarden. Want na het opzadelen kunnen ze dus eerst gerongeerd worden voordat ze gereden worden. En na het rijden nog even in de stapmolen. Als je dan hier opstapt en richting de binnenbaan gaat, dan kom je langs dit bord. Op dit bord kun je het hele terrein bekijken. Dus stel dat je denkt, in de paddock gaat er iets mis. Dan kunnen ze met elkaar contacten, zodat iemand daar eventjes gaat kijken. En dan komen we bij de binnenbaan. De binnenbaan is 2060. Helemaal van hout. Super licht, dus het oogt ook echt veel groter. Het mooie is dat als je in de binnenbaan aan het rijden bent, je door die ramen de paddock kunt zien en daar dus de paarden in de gaten kunt houden. En aan deze kant kun je door de ramen kijken om de stapmolen in de gaten te houden. En dat geeft een onveilig gevoel. En hier aan de zijkant van de binnenbaan heb je nog een terras met daarachter de kantine. En dan gaan we nu een kijkje nemen in de stallen. De stalgang loopt hier twee kanten op. Aan deze kant staan alle ruinen en hengsten. En aan deze kant de merries. Het klimaat hier binnen wordt helemaal gemonitord en de ramen hierboven gaan op basis van de luchtvochtigheid en het weer buiten automatisch open en dicht. En het is echt prachtig. Er is super veel ruimte. De stalgallen zijn hartstikke breed. De paarden zijn heel relaxed. Ze hebben echt alle ruimte om hier te ontspannen. De stallenfronten zijn van heel mooi Zweeds hout en ze hebben een soort van kruis in het midden. Daarnaast een soort van authentieke lampjes boven alle stallen, waardoor je echt heel veel sfeer krijgt. Alles is hartstikke mooi onderhouden. Het lijkt net nieuw, maar terwijl deze stal al volgens mij 7 jaar geleden gebouwd is. Alles is heel ruim. Het stalgang is hartstikke ruim, zodat alle paarden gewoon het gevoel hebben dat ze ruimte hebben, zich niet bedreigd voelen. Eigenlijk is overal aan gedacht. Het welzijn van de paarden staat hier hartstikke hoog in het vaandel en ze komen minstens 3 keer per dag de stal uit. Volgens mij is dit een hengst. En dan lopen we nu richting de stalgang van de merries. Nou, hier staan dus alle merries en ze hebben hier aparte poetsplaatsen, zodat als bijvoorbeeld een merrie hengstig is en plast terwijl er wordt opgezadeld, dat de hengsten niet van slag raken, omdat die op dezelfde poetsplaats staan. En als je hier naar buiten loopt, is hier een ander stallenblok. En dat is het stallenblok waar de merries staan. Eigenlijk heb je hier overal een heel intiem gevoel. Want ook al is het best wel een grote faciliteit en hebben ze hier ruimte voor een heel aantal paarden, heb je toch het idee dat alles best wel kleinschalig is, omdat alles in kleinere stalblokken is opgedeeld. Nou, hier staan dus de merries, de fokmerries. Deze stal is speciaal voor de merries die gaan bevallen. Ze hebben hier ook een inseminatiebox. Ja, overal hier hangen camera's zodat ze goed in de gaten kunnen houden of er een merrie bijvoorbeeld gaat bevallen of dat er iets anders aan de hand is. Zodat ze direct weten wat er moet gebeuren. Nou, zoals je ziet, dit is dus de stal waarin de merries bevallen en deze is echt huge. Ik denk dat die wel 7 bij 4 is. Dit zijn de paddocks waar de paarden iedere dag naar buiten komen. Er zijn ook een aantal paddocks met een extra hoge hek, speciaal voor de hengsten. Hiernaast zijn nog een aantal paddocks en hierachter de weides. Nou, we gaan nu de galoppeerbaan op. De galoppeerbaan loopt helemaal om de weides.
In deze stalgang staan de jonge paarden. En deze voerbakken zijn er speciaal voor dat de paarden niet te veel druk op de benen krijgen op het moment dat ze zo gaan staan eten. Voor de paarden die daar dan erg gevoelig voor zijn, dan kunnen ze dingen vervormen in de voeten. En met deze bakken komt er geen extra druk op de benen. Ze hebben hier zelfs een eigen dekstation. In deze ruimte kunnen ze het sperma opvangen wat in de vriezer gaat. Je ziet hier de bok, een speciale inseminatiebox. En deze ruimte ligt naast de hengstenstal en daar gaan we nu een kijkje nemen. Hierachter is de hengstenstal. De hengstenstal is de enige stal met dichte tussenschotten, zodat de hengsten niet bij elkaar kunnen komen. En deze stal heeft ook een eigen poetsplaat. Dit is de opvokstal voor de jonge paarden. Nou ja, zoals je kunt zien staan hier een aantal veulentjes. De meeste jonge paarden proberen ze hier op de locatie te houden. Er is niet altijd plek voor alle paarden en dan gaan ze naar andere stallen. En dan gaan we nu een interview doen met Robin van Lierop. Welkom bij RS2 Dressage Center. Mijn naam is Robin van Lierop en ik ben hier samen met Seth Bosman en de familie Lemmens, Saskia en Jacques Lemmens. En een heel groot team inmiddels, een x-aantal jaren werkzaam bij RS2 Dressage hier in Groesbeek. RS2 Dressage die is ontstaan in 2013. Inmiddels telt ons team van RS2 22 mensen die hier werken. Dat is ook nodig omdat we dus zeg maar op deze stal gekozen hebben om alle facetten van de dressuur op één plek te krijgen. En dan heb ik het van het fokken van een veulen tot het opgroeien naar een driejarig rijpaard en het opleiden tot aan een Grand Prix paard. Dat wilden we dus allemaal op één plek kunnen realiseren en dat heeft ervoor gezorgd dat we hier dus een x-aantal faciliteiten hebben gecreëerd waardoor dat het allemaal mogelijk is. Samen met Saskia en Jacques Lemmens zijn we in de beginjaren van RS2 hebben we dus veel gekeken in Europa bij verschillende stallen. We zijn dus echt gaan kijken van nou als we dus gaan bouwen dan moet de locatie zo zijn dat het de mogelijkheid heeft om die paarden dus alles te kunnen bieden. Dus goed gaan kijken van wat hebben we nodig in onze stal, wat is overbodig, want dat zie je soms ook op plaatsen. En hoe kan ik het zo maken dat je zomers en winters die paarden dus voldoende beweging kan geven. Dus we moeten ook echt zorgen dat we een bedrijf creëren waar je dus onder één dak je paarden kan longeren, in de stapmolen kan doen, kan trainen. Eigenlijk zonder echt naar buiten te hoeven gaan in principe als het dan gaat om de winterdag. Vandaar dat we nu in deze stal een route hebben gecreëerd dat je dus echt alles bij slecht weer onder één dak kan doen. We hebben dus een stal met fokmerries. Die staan apart van onze sportpaarden en van onze jonge paarden. Daar worden dus ieder jaar een aantal veulens geboren. Die gaan vervolgens hier ook in de opfok. Daar hebben we dan dus een aparte stal voor. Als ze uiteindelijk drie zijn, komen ze hier of weer terug. Of sommige die zijn natuurlijk nog hier. En dan gaan we met ze aan de slag. De reden waarom we deze stal zo gemaakt hebben, we willen eigenlijk het welzijn van de paarden hebben we eigenlijk heel hoog in het vaandel. Ze moeten happy zijn, ze moeten paard kunnen zijn. Of ze nou een veulen of jaarling of Grand Prix lopen. Ze kunnen hier alle dagen het hele jaar door naar buiten. Ja, dat kost natuurlijk wel behoorlijk wat arbeid. Dus vandaar dat we ook een echt groot team hebben. Nou, dat team is verdeeld in mensen die buiten het buitenterrein verzorgen. En dus ook de planning van de paarden buiten regelen. Dus daar hoeven wij zeg maar, als ruiters eigenlijk niet naar om te kijken. In die zin, er is overleg over de planning wanneer we ze rijden en wanneer ze buiten gaan. Maar verder wordt dat eigenlijk allemaal geregeld. En er is een groep mensen die binnenwerken, die doen dus het groomen, die stappen de paarden, die verzorgen het harnassement en zijn dus ook bezig met de voeding van de paarden, et cetera. Dus zodoende krijg je dus een groot team en daarbij zijn er ook nog mensen die dan dus de stal bijhouden, zodat het er dus zo mooi uit blijft zien alsof dat het nieuw is. We hebben ook echt een heel fijn team, iedereen staat voor elkaar klaar. En ook voor ons, om dus ervoor te zorgen dat alles geolied loopt. En ja, dat is eigenlijk gewoon dat is eigenlijk nodig zodat je het op deze manier kan doen. Als er één of twee mensen, bij wijze van spreken, hun schouders er niet onder zouden zetten, dan werkt dat ook niet. Iedereen rouleert hier in zijn bezigheden. Dus als je bijvoorbeeld twee dagen buiten gewerkt hebt, paarden buiten hebt gezet,
buiten dus bezig bent geweest op het terrein, dan doe je vervolgens 2 dagen of een dag binnen het werk en ben je aan het groomen en om zo afwisseling te houden. Maar inmiddels merken we gewoon wel dat mensen zich op een gegeven moment happy voelen in een bepaalde kant. En daarvan kun je ook zien dat die mensen, ze gaan dan ook vaker terug naar wat ze het liefste doen. Seth is ook ruiter hier en geeft ook lessen. Die traint eigenlijk de meeste mensen. Dat is ook iets waar zijn hart ligt en waar hij dus ook echt passie voor heeft. Mijn hart ligt bij de dressuursport, maar ook zeker bij de fokkerij. Dus de stal waar de fokmerries staan, dat is voor mij eigenlijk een hele bijzondere plek. Want daar komt het tot leven, noem ik maar. Daar krijg je dus ieder jaar, maak je daar veel emotie door. Ook wel eens helaas minder fijne emotie, omdat het natuurlijk niet altijd van een leien dakje gaat. Maar wat voor mij hier in het bedrijf toch wel de meest inspirerende en favoriete plek is, is de binnenmanege. Omdat ik daar zeg maar toch wel 8 uur per dag doorbreng, samen met Seth en Marieke. We kunnen elkaar alles vragen, dus dat is ook gewoon hartstikke fijn als je samen aan het trainen bent. Dus ik kan wel zeggen dat de binnenbaan is de favoriete plek, maar de stal waar de veulens geboren worden heeft toch wel bij mij echt ook een heel speciaal plekje. Nou, mijn dag ziet er eigenlijk als volgt uit, dat die begint met een, toch wel een half uur tot een uur op de telefoon. Over de dag de e-mails en de WhatsApp'en die ik binnenkrijg met de vragen en zeker in het dekseizoen, we hebben hier natuurlijk ook een paar hengsten, is het zo dat ik behoorlijk wat vragen krijg en dan heb ik het echt wel over binnen- en buitenland. Die parkeer ik altijd even, die vragen, en, want overdag kom ik daar gewoon niet toe. En die bewaar ik tot 's avonds een uur en 's morgens een uur. Dan probeer ik toch, als alles mee zit, om tussen 8:15, 8:30 op het eerste paard te gaan. En dat gaat door tot 1 uur ongeveer. Dan is er van 1 tot 2 hier lunchpauze. Dan is er ook echt even rust op stal. En dan rijd ik toch wel tot 5 uur, 5:30 rijden we weer door. En dan daarna is het of lesgeven, of eerst en dan eten, of eerst eten en dan lesgeven. Dus en dan eindig ik mijn dag weer met de telefoon. Versturen van video's van paarden. In principe is het ook zo dat nagenoeg alle paarden te koop zijn die hier staan. Er is een groepje paarden, zoals onze hengst Jameson, die niet te koop is. En dat is dan ook echt om de reden dat wij dat paard, die maakt onze stal. En daar zijn we ook heel dankbaar voor dat hij op ons pad gekomen is. Dus zulke paarden zijn niet te koop. Ik heb een mooie groep met paarden. Daar staat eigenlijk wel met kop en schouders steken er een paar bovenuit die voor mij heel speciaal zijn. 2 Grand Prix paarden, Cupido en RS2 en Finja RS2. Dat zijn 2 paarden die ik al vrij vroeg onder het zadel heb gekregen. Cupido was dan wel al tot Prix St. George gereden of opgeleid en gereden door Seth. Maar dat was mijn eerste echte Grand Prix paard. En Finja die heb ik dan inderdaad zelf opgeleid en is dus ook inmiddels Grand Prix. Die 2 paarden zijn dus voor mij echt heel speciaal, omdat ze natuurlijk internationaal en nationaal heb ik echt jarenlang van hun mogen leren. En heb ik met hun eigenlijk de ladder naar boven kunnen beklimmen richting die Grand Prix. En daaronder komt dan toch wel inderdaad onze hengst Sungluk RS2. Die voor mij, en dat is toch echt mijn hoogtepunt uit mijn carrière, het WK en het Bundeschampionaat. En dan ik heb met hem dat Bundeschampionaat gewonnen. Als 6-jarige en als 5-jarige brons gehaald. Dat is echt wel het hoogtepunt uit mijn carrière. Om in een entourage als in Barendorf op zo'n Bundeschampionaat in Duitsland als enigste Nederlandse ruiter met zo'n paard daar dat te behalen. Dat is gewoon een moment dat mooier kan het voor mijn gevoel niet worden, zeg maar. Dus dat vond ik echt prachtig. En daaronder zijn nu inmiddels nog weer een x-aantal goede jonge paarden aan het sluiten, die dus hopelijk diezelfde route kunnen gaan doorlopen. Toekomst voor de sport, dat is in principe heb ik eigenlijk altijd mezelf voorgenomen het hoogst haalbare uit mezelf te halen. Ik heb nooit direct het doel gehad om bijvoorbeeld Olympische Spelen te rijden. Mijn collega Marieke die heeft echt dat doel voor ogen. Die wil daar echt ooit een keer terecht gaan komen.
En we hopen voor haar natuurlijk, en zeker met de kwaliteitspaarden die ze heeft, dat die weg open gaat staan. Dat doel heb ik zelf niet zo sterk. Ik wil gewoon uiteindelijk, als ik oud en bejaard ben, zeg maar, kunnen zeggen van ik heb daar voor mijn gevoel alles uitgehaald wat erin zit. En wat daar dan bij komt kijken, hoe ver ik dan op die ladder kom, dat gaan we zien. Maar als dat het niet is, als dat geen Olympiade is, dan vind ik dat helemaal niet erg. Gaat dat wel gebeuren, omdat je met het juiste paard op het juiste moment doorbreekt, dan, ja, dan is dat natuurlijk prachtig. Maar het hoogst haalbare voor mezelf, dat ik de echt voldoening uit kan halen voor dat laatste stuk, om een paard echt goed te kunnen opleiden en hem echt een fijn leven te kunnen geven, dat staat eigenlijk bij mij als paal boven water. Dat is mijn passie. Nou, wij hebben er weer van genoten vandaag, van deze mooie accommodatie. Hopelijk jij ook. Ja, het was echt superleuk om hier binnen te kijken. Hartstikke mooi hoe fijn de paarden het hier hebben en hoe hoog het welzijn van de dieren in het vaandel staat. De volgende aflevering gaan we weer naar een andere stal. Dus hou ons in de gaten. Yes.